onder omstandigheden gaat het, maar meer ik net. We missen Joke verschrikkelijk en er is eigenlijk net een 10 seconden niet voorbij gaat, of ik denk er net al. Nee. Hoe is het voor jou, Roy? Ja, het is net het moment dat ik dacht. Het is zoiets verschrikkelijks en zoiets ingriepends. Dat je stond te scotchen op je voeten. Wie hebben we het voor? Nee. Het leven zit verslaan op een kop. Ja, dat is zo. Ja, de hele familie. We moesten bijvoorbeeld sneuven voor een week. We moesten naar mijn taal om te zeggen. Nou, dat wie krek had je naar de gal moesten. Zo viel dat. Mijn mem te zeggen van, nou mem, je tweede been is overleden. En we hebben een verschrikkelijke flinke mem. Maar wat heeft hij een verdriet? Dat is, nou, dat snapt iedereen wel. Ja. Hoe kwam het nijs bij Jim binnen? Hoe jij neemt het? Wij gingen vrienden op visite. En om 11 uur kwam de telefoon. En mijn zus die belde op. En die zei van, Henk, wil jij even gaan zitten? En die praat dus geen Fries. Henk, wil jij even gaan zitten? Want ik heb verschrikkelijk nijs voor jou. En nou, op dat moment denk ik van, oké, dus mijn is al oud, dus die is verstoren. En dat is net het moment, omdat die broer verstoren is. Dus ik ging zitten. En vervolgens kwam het nijs van, ja, Ilke en Annemieke, die wien onderwijs naar Cambuur. En Smin Oorrieden. En kwamen eerst van, mijn Annemieke, die het al een keer goed. Maar Ilke, die is daar. Nou, dat weet je nooit, dat wil ik het net leuk. Ik dacht van eerst van, nou, kom, maak eens een geintje. Maar een seconde later dacht ik van, hoe dat soort zaken, maak eens een geintje. En dan was het inderdaad, verschrikkelijk. Ja. Mijn zus bellen mij, ik. Helemaal overstuur. En ze zei, ik zie mij zitten hier, dan hiek het met die in, want ik ben op een groen klapt. Letterlijk van de futtenslijn. En ja, dat is. Ja, dat moment, dat is verschrikkelijk. Wist je hem gelijk hoe het gebeurd wie? Nee. Je nou, jij dan een ongeluk? Dat jij ik, daar jij wel een ongeluk. Maar op het moment dat wij zeg maar, in het ziekenhuis kwamen, ben ik gelijk naar het ziekenhuis daarin. Op het moment dat we in het ziekenhuis kwamen, heb ik nog het idee van ze weer in een auto. Ja, ik. Ja. En ik zei nog tegen mevrouw, of tegen Johan, een zwager. Ik hoop alsjeblieft net dat een dronken chauffeur west is. Ik hoop het alsjeblieft net. Waarom zei je dat? Ja, dat maakt het nog slimmer, nog onnodiger, nog verschrikkelijker. Want ik bedoel, dat is iets wat totaal net nodig is, wat net jet. Wat er net bij past. Ja, je kind toch een reeds slaplicht fietsen, of weet ik van, en dan schept worden. Nou ja, maar dit, ja, het hoeft net. En wanneer jij je dat het wolse wie? Ondanks de volgende dag, dacht ik. Hè? Want de politie in het ziekenhuis zei nog van, ja, het was een vrouw en die wordt wat delbijtje, denk ik. Dat weer heel slim, heel goed. Toen dacht ik van, nou ja, het zilt wel. Maar ja, ik vond mij Jerk de volgende dag. Ja, ik weet trouwens ook niet meer. Ik weet van de dagen en je weet meer dan. Nee. Het is een heel bizar ongeluk, best. Hè? Ze zijn echt lanceerd. Ze zijn lanceerd. En ik ben daar naar de plaats West. En als het jongst van wij zijn rekken binnen. En wij uiteindelijk Annemieke en Ilke Voen binnen. Er zit gewoon 60 meter tussen. Tussen de plak van de kruising met de schiering en weg. En wij zijn Voen binnen. Voor een soort Lietse winkelcentrum. En dan lag Annemieke, die lag nog verder dan het Ilke lag. Dus die had nog stom gelokhond. Dat hij heel juist zou wezen met hetzelfde wild het west. Wat ik wilde, elke in ieder geval net wilde dat het oorsom west weer. Dat weet ik zeker. Een height and band, dat is zo verschrikkelijk close. Ja. Hoe is het met Annemiek? Nou, dat gaat redelijk. Ze had een voetbrutsen. Ze had haar jermtakken brutsen. Er zit een ijzeren pin in van 24, 26 centimeter leuk. En, maar ja, emotionele skeerde is zelf eigenlijk volle grutter en volle belangrijker. Want ja, dat slijt nooit. Ja, het slijt wel, maar de rek is het nooit helemaal fut. Ja. En toen zit ervoor wie Sylvia, hun oudste weer, die we naar bij jullie visite. En toen moest ik van die kamer gebeuren naar het station om mijn dochter op te halen. Die
studeert in Grijns en die kwam met letter. En toen vroeg ik aan Mieke, heb je zin om even mee te gaan? Ja, hartstikke leuk, gezellig, zei ze. Dus hebben we nog hartstikke leuk praten. Ik zei, dat ik aan een heel lief famke vond, dat is dik. En ze zei, ja, je dikke slijmel dat je bent. En zus 24 goede letter. Luidt het eerste schat, luidt het ziekenhuis, maar alle bloed op behollen. En toen zei ik, ik meen het wel. Het heeft een heel soort impact, met een heel soort hoe praat toch meesken. Vind je hem dat ik, wil je hem omsprutsen? Ja. Wat zijn dan reacties? Nou, dat allereerst verschrikkelijk vinden voor u. Mensen die je samen een tutjouw in de winkel bijvoorbeeld. Echt? Ja, echt eerlijk. En ik wil mensen die je nauwelijks kennen, want je kop komt dus een keer in de krant en dan herkennen mensen van, dan weten ze wat er is. Dus dat wel. En mensen zeggen van, wij willen dus dat we dienen met het alcoholpromillage. En daar stiep je meesten dus in. De meesten die willen wat, die ze pikt alles net meer. Kijk eens, wij, we vertikken het, we willen dit niet meer. Ja, maar Jim heeft zijn. Als er iets goeds uitkomen maat, dan kan het dit wijzen. Wat wil je hem krijgen? Nee, we willen eigenlijk gewoon ik bedoel, één pilsje of één winstje of iets dergelijks. Ja, dat kunnen ze een keer voorkomen voor een stoppen met die vrouw of met die partner. Oorlijst van ja, wie is de Bob Jong? Dat kind ernaar goed. Dus je zit ongeveer op een promillage van 0,2. Nou, ik denk dat eigenlijk ik het maximum jette weer is, 0,2 en net 0,4. Want als ik een jet van iemand die je size zo'n pilsjes op. Blik op de weg. En die weer nog net gong die. Sloeg je uit. En ja, dat is gewoon net dat lul. Dus zo'n pilsjeshuis, dat is dan nog steeds achter de auto, achter het stuurkroep omhuis. 94% van de meisjes die is fatsoenlijk. Als hij de jaren krijgt van 0,2 promil, dan doorzet ik net meer. Alleen gaat 0,4, is dat nou 2, is dat nou 3, is het misschien zelfs wel fjouwer? Nou, en dat begint met lietse dingen en dan zo sloopt dat erin. Voor jongeren is dat al 0,2 promil. Dat werkt, dat is lietjagend, dat werkt hartstikke goed. De jongeren die drinken net meer, dat is ik. Zo gezegd not done bij jongeren om te drinken. Dat vinden ze helemaal net meer stoer. Nou, en dat het nou voor iedereen 0,2 promille is. Ik ken me net een politicus voorstellen die dat zinwijzer zeil. Want we slagen dat op. Zo nou een PVV of een VVD of een CDA of een Partij van de Arbeid zeggen van nou, daar staan wij net achter. En dat willen wij maar eens actie breken. Het plan Eelke. Het plan Eelke, 0,2 promille. Plus, als je het de eerste keer door bijvoorbeeld Treiemaan rijontzegging en dan net zei ze van ja, dat riep je nodig als je werkt, dan ben je dan van tevoren maar bezien. De tweede keer een hier en de derde keer, helaas, je mag nooit meer rijden. En dan weten wij, ik wil die asociaal, zoals die Eelke onrieden hebben, die het saffelen zo open hebben, misschien helpt dat net. 2,0 promillage wie erin? Dat is vier keer, ik denk dat ongeveer 20, 24 glazen is. Nou, ik zoen nog net iets meer in, ik ken het maar. Die idioot, misschien helle die er net uit, maar dat sloopt er natuurlijk wel in. Het is net van de ene op de andere dag dat die man met 20, 24 glazen bier opzetten. Of wat dan ik maar. Je denkt, als je er strenger in binnen, dan binnen excessen ik minder. Nou, volgens mij wel. Dat ja. En het moet ik zo wijzen dat als je een jeetje zit te zitten, dit zegt van, nee, grote idioot, wat doe je nou? Doe je hem dat? Spreek je nee. Je meisje noemen? Nee, maar ja, ik ken het meest niet de dot angst, maar dat denk ik misschien van mijn kennis kring houden, maar. Zo, dat kan, op een gegeven moment kan dat wel wezen op het moment dat bijvoorbeeld in de café zit en er, de cafébaas zocht van oké, die mensen hebben eerst niet te volle dronken. En die weet van oké, die mensen bij mijn auto komen, dat hij bijvoorbeeld direct de politie belt van oké, jongen, mensen mij een zwarte Mercedes in dit geval, dat en dat kenteken, die hebben eerst niet te volle dronken, dit kan even net. Ik riep even in. Ja, en dan is het natuurlijk net klikken, maar dan is het gewoon je burgerplicht omdat het wel. Maar het moet, ik zie net meisje er ook meer binnen bijvoorbeeld. Nou, dat is cyanidine, is dat ongekend. Nou, het moet ik zo wijzen, net een meisje drinkt meer, als hij af de stuur gaat. En ik denk van, hey, één glaasje bier of zo, dat kind dan misschien nog vol. Eén glaasje is 0,2. Ja, minder denk ik, maar gewoon dat, en dan weet je de grens, dan weet je, oké, stoppen. Dan kan dat net meer. En nog wat hoor, het is dan zo, als je pakt er maar meer dan 0,5 en je maakt een ongeluk, dan is het skeer van jou je auto, is van jezelf. Nou. Dat kippen zomaar. Ik nog wel eens aardig papier erin dan. Ja, nou, in dit geval helemaal.
En ja, in die zin hoop ik dat de rechtbank hier een soort statement van maakt. Van jongens, dit ken het, dit mij net, je komt net maar wij. Want ja, dit wie een recidieve persoon die dit al vaker dien had om met alcohol achter het stuur te roepen. Want ja, nevens mij ben ze net voor niks op een gegeven moment wisselt van zitplak. Maar ja, op het moment dat het gewoon saai is, van, dat is die manier ermee omgaan kiest, ja, dan werkt het. Ja. Wat binnen reacties op noten? Helemaal reacties gaan? We hebben hier en dat doet op een gegeven moment mensen die die zag u's wat dat betreft in de krant, in Nijs of wat dan ook. En er weer een die het wennen toevallig bij Ilk en Gerry in de Stritten. En daar hebben we een brief van gekregen. En die zei van, ja, ik wil je graag ondersteunen. Ik heb connecties en ik werk hier in het circuit van multimedia en dat soort dingen. En haal je me nodig, look on the bell. En zei van, ik wil je graag wat in budgetten. Ja, we willen dus eigenlijk een soort handtekeningenactie daar. Dat is maar 40.000 handtekening krijgt en dat vervolgens dat het dus inbracht werd met in de Tweede Kamer. Het burgerinitiatief. Ja, het burgerinitiatief. Daar heb ik juist al even contact gehad met een van die bepaalde commissies zit in de Tweede Kamer. Nou, daar zit er wat meer bij, want 40.000 handtekeningen, maar wij willen dat ik online van uiteraard. Nou, daar ben ik met bepaalde voorwaarden, dus met wel goed van. Dus we hebben net helemaal clear. En trouwens, ook is vrij begroeven en wij binden. Nou, tot er los van. Dus we hebben net heel veel actie dingen. Maar er komt, ik denk dat we van de week beginnen met een groepje samen te stellen om dat in orde te gaan. En wel is dat, het is geen hobby van u of zo. We doen dat net om, nergens om, alleen maar voor Ilke. En we vragen dan Gerry zien. Vrouw, vragen van wat wist u ervan? Die zou het de kastische kop onder in contest het net dorst. Nou, dus dan jouw de kracht om trotten gaan. Dat is voor u de grote drijfveer. Ja. Want het moet dus een keer kappen. En volgens mij is het zo simpel. 0,2 promiel. Dan weet iedereen wat in de taai is. Je hoeft net met de twijfel in, hoe niks nergens meer. Hoe nooit te denken, nou, dan is het. Ja. Het CDA had al reageert in Leeuwarden. Ja, dat vond ik wel mooi. Ja. Ja. Theo Koster zei het van, dat moet altijd wijzen. Ja. Die zie ik het contact met het waar ik met Sander de Rauwe. Ja. Ben je hem nog benadrukt, toch politici? Of? Nee, nog net. Ik heb best wijs dat het binnenkort wel een keer komt, maar ja, misschien dat wij ze zelf ook benaderen kennen. Nou, als je bij wel een soort site opzetten, maar e-mailadressen, website, maar e-mailadres en telefoonnummers, ik van politieke partijen. En laat maar genoeg mensen een berichtje sturen naar die beste melui. Een politicus is pragmatisch uiteraard en die denkt als je een kiezers, die denkt aan een heel soort kiezers, toekomstige kiezers denken van samen, dat moeten dat toch wel. Misschien is dat naïef, maar volgens mij moet dat zeker slagen. En kun je er nou de energie voor opbrengen? Nou, op dit moment eigenlijk net. Maar aan de andere kant, en bij dit soort acties, ook van Omroep Friesland, maar ook van Louter Krant, wat we vorige week de toon zullen hebben, waar zit die om DNA? Ja, ze zeggen wel eens een keer, we het ijzer smeden als het heet is. En ja, dat doen we er nou maar alleen, ja, we binnen, we worden er kapot van. En dat verhoort het net. Maar ja. Wij zijn opgevoed met mooie kop daarvoor en trobaatsen. En dat doe je hem nou. Dat doen we nou. Nou, in dit stuk voor zaken wel. Ja, ten doos. En weet ik wel, we krijgen elke dan net maar waarom. Maar er zijn meer elkes. En er komen meer huiden, er komen meer benen die het onrieden worden door dronken chauffeurs. En een huidkwiteraadje. En ja, dat kind toch net. Dat het hoeft toch ik net. Nou, en wat wij dan aan het wang kennen, dat doen we dan. Succes en mooi. Nou, dankjewel.